Hallo iedereen, welkom. Ik wil het in deze video met jullie hebben over vriendschap. Vriendschap en meer. Hoe zeg je in Nederlands of in Vlaams, want daar zitten niet zoveel verschillen op. Hoe zeg je bijvoorbeeld my girlfriend of my boyfriend? Daar hebben wij geen woord voor. Is gewoon vriend, vriendin. Maar hoe weet je nu dat je praat over gewoon just a friend? Of a female friend? Want daar hebben we dan wel verschil in. We hebben vriend. Vriend is a friend. Vriendin is a female friend. Dan heb je nog het woord vrienden. Bijvoorbeeld, ik ga met mijn vrienden een pintje pakken. Die vrienden, dat kunnen zowel mannen als vrouwen zijn, als dat bijvoorbeeld 10 personen zijn en dat zijn 9 vrouwen en 1 man, dan zeggen we ook al vrienden. Dat is zo wat gelijk dat je dat in het Frans, in het meervoud, ik weet niet of dat jullie Frans kunnen, in het Frans, meervoud, il, elle, dat is hetzelfde. Zijn dat allemaal vrouwen, dan zeg je vriendinnen. Zijn het allemaal mannen, uiteraard, dan zeg je vrienden. En dat zijn gewoon vrienden, vrienden, vriendinnen. Maar, hoe ga je nu zeggen van, ja, bijvoorbeeld, ik heb een boyfriend, bijvoorbeeld. Ja, dan zeg je, ik heb een vriend. Of gebruik het verkleinwoord, ik heb een vriendje. Als je dat zegt, als volwassene, niet als kind, want kinderen hebben allemaal vriendjes. Maar als volwassene, als je zegt, ik heb een vriendje, en daar staat geen leeftijd op, hè, dat kun je zelfs op mijn leeftijd zeggen, ik heb een vriendje, dan is dat 100% duidelijk dat het een boyfriend is. Of een vriendinnetje, of vriendinneke, op zijn Vlaams. Vriendje, vriendeke, nee, dat zeggen we niet. We zeggen vriendje en vriendinneke. Dus ik, oh, ik heb een vriendinneke. Ja, oh ja, dat is girlfriend. Als je zegt bijvoorbeeld, ik ga naar de cinema met mijn vriend, of ik ga naar de cinema met mijn vriendin. Mijn vriend, mijn vriendin, dat is ook ja, boyfriend of girlfriend. Maar niet altijd. Dus dat is een beetje een tricky one. Maar als je zegt mijn vriendje, mijn vriendinnetje, dat is altijd boyfriend of girlfriend. Maar hoe kun je dat verschil weten? Bijvoorbeeld, ik ga naar de cinema met een vriend van mij. Dat betekent, het is een vriend. Een gewone vriend. Er is geen relatie. Een gewone vriend. Of met een vriendin van mij. Of met mijn vrienden, als er meer zijn. 2 of meer. Dan is het een gewone vriend of vriendin. Maar als je zegt, ik ga naar de cinema met mijn vriend, dan, ja, laat ons zeggen, 99% kans allee, dat het boyfriend is. Of ik ga naar de cinema met mijn vriendin. Dus dan is dat ook, ja, girlfriend. 99% van de gevallen. Omdat je ook kunt zeggen van bijvoorbeeld, goh, ik heb like best friends. Best friends. Er is een bepaald woord voor, denk ik, in het Engels. Best friends forever of zoiets. Maar dat is Engels. Dus ja, ik kan ook zeggen van, ja, ik heb een vriend, een goede vriend. Dat kan ik ook wel zeggen. Als ik dan ga zeggen mijn vriend, nee, dat ga ik nooit zeggen. Maar ik heb een goede vriend, maar dat is gewoon een vriend. En daar is verder niks. Dus dat zeg ik altijd. Een vriend van mij. Als ik over hem praat, ja, ik zeg altijd een vriend van mij. Maar, een vriendin. Bijvoorbeeld, tenzij iemand lesbisch is natuurlijk, maar dan heb je ja, een beetje een andere situatie. Maar laat ons even gewoon van het hetero uitgaan. Dus ik kan zeggen, ja, ik heb een vriendin. Ik ga naar de cinema met mijn vriendin. Ja, dus ja, dan weet iedereen dat dat ja, een goede vriendin van mij is. Als ik zeg mijn vriendin, dat betekent een goede vriendin van mij. Verder niks natuurlijk, want ja, dus
eigenlijk kan je dit dan niet gebruiken als je zegt van iemand die bijvoorbeeld lesbisch is en die zegt ik ga met mijn vriendin naar de cinema. Ja, dan moet je één al weten dat die lesbisch is om te weten dat het ja, haar vaste vriendin is. En anders zou zij dan zeggen bijvoorbeeld met een vriendin van mij. Dus het is ook ja, heel sterk van de situatie afhankelijk. Maar, kort samengevat. Een vriendin van mij of een vriend van mij is een gewone goede vriend of vriendin. Mijn vriend of mijn vriendin, dat is ja, boyfriend of girlfriend. Nu, kinderen praten altijd over mijn vriendje of mijn vriendinnetje. Ja, oké, dan is er geen relatie. Maar dat weet je dan ook natuurlijk, want dat zijn kinderen. Maar dat is dan weer kinderspreektaal. Terwijl, wat ik in het begin nu van deze video heb gezegd, dat wij als volwassenen ook kunnen zeggen mijn vriendje of mijn vriendinnetje. En dan is er geen twijfel mogelijk. Dan is het 100% iemand waar je een relatie mee hebt. Dus ik hoop dat dit duidelijk is voor jullie. Want het is een vraag ja, die toch verschillende van mijn leerlingen mij stelden. En ik dacht van ja, dan is het moment om daar een keer een goede video over te maken. Dus ja, ik hoop dat het duidelijk is. En zo niet, zet het in de comments hieronder. En willen jullie een video zien over wat dan ook? Zet het hieronder, vraag het mij en ik maak er een video over. Bedankt voor het kijken allemaal. Tot in de volgende.